Robin Leuk, dit moet fantastisch zijn, toch? Podium in de tijdrit in de topcompetitie. Ja, dit is super. Dat had ik niet verwacht. Ik wist dat ik natuurlijk een goede doen was, maar super dit. Je was in orde, maar dit is fantastisch. Ja, dit is echt super. Ik heb er geen woorden voor verder. Hoe ging die tijdrit? Neem ons eens mee naar dat half uurtje afzien. Ik kreeg een hele goede tip van Marien. Dat ik op het begin niet al te gek moest doen. En dat ik het tweede gedeelte nog kon versnellen. Dat ik me redelijk aan gehouden. Het zat gelijk al goed. Ik voelde me goed. Zodoende gewoon druk erop houden. Ging goed verder. Ja, want hoe voelt dat? Het goed voelen in de tijdrit? Ik hoor altijd van je moet juist heel erg afzien. Maar hoe zit dat? Hoe voelt dat? Ik merk vaak ook wel met de warm-up al aan mijn hartslag en mijn benen van of het heel goed gaat of niet. En vaak als dat goed gaat, dan zit je in de tijdrit ook zo in. Begin gewoon eventjes door het zuur heen en daar moet je in blijven. Dit belooft wat voor de klimtijdrit, rij je die ook? Nee, dan zit ik helaas in Polen voor een meerdaagse. Ik hoop dat ik daar ook heel goed kan rijden. Zien we je volgende week op het NK tijdrijden? Ja, absoluut. Dat zien we zeker. Dat moet helemaal goed komen nu. Dat moet je vol motivatie aan de start staan, denk ik. Ja, we gaan er gewoon voor en we kijken hoe ver we komen. En wellicht krijg ik ook een mooi resultaat daar.